Yo mensen, ik ben heel lekker Kodaaf. Vandaag gaan we verder met Kodaaf Games 5. Want vandaag is de ene laatste aflevering wat ik nu in het redeltje moet opnemen. En dat betekent dat ik nu alweer in Nederland ben. Maar ik ben nog even aan het opnemen, weet je. Ik bedoel, als ik het plan totdat ik weer in Nederland kom, dan is het zo van, dat ik in Nederland kom, moet ik mijn stuff uitpakken, moet ik alles fixen. En dan is het van, kut, ik moet nog opnemen. En dan heb je dus gewoon eens een paar dagen geen video. En daarom heb ik dit dus ook wel gepland geüpload. Vandaar, Toggle Down. Val slash time set day. Vandaar dat ik ook nog een beetje van tevoren heb geleid. Ik heb trouwens net geragequit en gewoon game mode en stack overhoed gepakt, omdat YOLO. We hebben het toch nodig. En hier hebben we dus mooi een ingangetje van zijn huis. Wacht, we gaan even buiten kijken. Oh my god, je ziet niks lopen. Oh mijn god, houten vloeren. Je moet trouwens nog wel. Waar zijn mijn toortjes? Ik had net nog wel een hoop toortjes. Zo zit hij nog in die kist. Het zou ook goed kunnen dat hij gewoon in de kist zit, ja. Ja, hij zit er gewoon nog in de kist. Want ik wou zeggen, die binnen moeten nog wel toortjes. Dadelijk dan komt er een monster. En die zegt van, hé, Jeroen, mooi huis. En ik zeg, ah, dankjewel. Fuck jou Jeroen, ik plaats het op. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Nee, dat willen we niet hebben, hè. Nee, dit ziet trouwens heel vet uit met een shader pack. Ik heb hier onderaan dus dit shader pack, deze Silders Vibrant Shaders 1.03. En ik vind hem echt heel vet. Oké, dit is een beetje overbelicht. Maar ik vind hem, over het algemeen vind ik hem echt vet hoor. Ik vind die zon die er zo doorheen zit, dat vind ik vet. Wacht, dit zit sowieso ook wel heel vet met die Zeus 10. Ah, prachtig. Ik vind deze echt heel vet. Alleen, zoals je waarschijnlijk al ziet, heb ik niet echt... Oh, nice. Heb ik niet echt zoveel hoogste FPS door deze shaders. Deze zijn wel echt vet. Ik vind dit ook echt vet bedacht van mij. Dat trappetje erin. I don't know why. Maar hier zijn de hoekjes dus allemaal verlicht. Nice. Je kan er wel mooi nog doorheen kijken trouwens. Skeleton schiet hier niet dood. Heb ik al getest. Maar ja, zoals je ziet is het dus heel erg laggy. Dus ik zet ze weer uit. Maar ja, zodra ik een goede computer heb, dan ga ik die sowieso wel gebruiken. Gewoon elke video. Gewoon no love de shit gebruiken. En in ieder geval, dit is ingevuld. Zo ziet het eruit. Ik heb dit er gewoon nog even laten staan van, ja, YOLO. Dus zo op die manier. We hebben dus twee deuren trouwens bij ons. Dat had je misschien al gezien. Kut, sorry. Ik heb gewoon een X. Wauw. Goed, ik heb twee deuren en die zet ik dan hier neer en hier neer. En dan hebben we hier dus de gang om op de muur te komen. Niet dat je ooit echt nodig op de muur moet, want hey, ik heb hier de storage gezet, dus er komen sowieso geen monsters op. En ik zit in een single player. Er komen heel soms mensen bij en dan heb ik het ook gewoon echt over één iemand erbij. En om dan hierboven te gaan staan met een pijl en boog, zo om uit het bos te schieten, dat lijkt mij een beetje bullshit. Ik moet eens even kijken, die paddenstoel die moet ik even weghakken. Die vind ik niet zo mooi. Maar dit gaat allemaal in één tikje weg. Dit gaat echt heel snel weg. Het is voor mij nog sneller dan glas. En ik dacht dat je hier dus paddenstoelen of uit kon krijgen, maar ik krijg niks. Ik dacht altijd dat je hier fucking veel paddenstoelen van kon krijgen. Maar ik krijg op het moment gewoon echt helemaal niks. Dus waarschijnlijk doe ik iets fout. Als jij weet wat het is, laat achter mijn reacties. Want ik vind het gewoon een beetje behalen dit, hè. Nou, maar een mooie muur. Zo. Sja. Sja. En dan lopen we hier naar boven. En dan gaan we hier verder werken. En hier wil ik iets anders dan beneden. Want, oh, ik heb wel hier 4 mushrooms gekregen. Nice. Maar ik wil hier iets anders dan beneden hebben. Want beneden was het zo, ja, nog steeds redelijk standaard. En dat wil ik niet. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil sowieso eerst eventjes, laten we zeggen, zo. Daar hebben we hier precies 1 stekje van. Dan stippelen uit. Dit is 4 hoog. Doen we het zo hoog. En dan komt er nog een verdieping en dan is het erboven. Ja. Dus dat doen we het zo op die manier. Dus tot die hoogte moeten wij bouwen. Ik heb trouwens dit alweer bijna opgemaakt. Ik zet hier eventjes zo'n dingetje tussen. dat ik weet van tot die hoogte bouwen. En dan ga ik heel eventjes nu nog wat meer hout pakken. Of hout, steen. En dan gaan we verder werken. Dan gaan we het afmaken. Dan maken we die boel af. Ik zat dus uit het moment op peaceful. Was vanwege mobs van vorige afleveringen. Nou ja, niet vanwege de mobs, vanwege de lag die is veroorzaakt. Voor mij lag het aan de mobs. Maar dat weet ik niet zeker. Dus, gewoon voor de zekerheid heb ik gewoon eventjes op peaceful gezet. Dan staan ze uit. Dan komen ze niet meer, huh? Ja. Dat is een goede oplossing, huh? Dat sloeg er helemaal nergens op. Jeroen, ik doe het de laatste tijd echt heel random shit die helemaal nergens op slaat. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee, 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 nee. Het maakt niet uit. Niet vanzelf. Oh, 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 welke reclame is dat? Wat is de originele zin daarbij? Wie het raadt, die wint geen 1 miljoen. Ook niet iets anders, je wint niks. Nice. Ja, die giveaway gaat... Nee, die giveaway is afgelopen als je dit ziet volgens mij. In ieder geval, of ik heb hem niet eens gestart, kan ook. Weet je, op het moment dat ik nou... Ik zit te denken over een giveaway op Kodaaf Games, alleen... Als je het ziet is hij, als ik hem heb gestart, afgelopen. Als ik hem niet heb gestart, dan denk je van what the fuck. Of op Kodaaf Games, gewoon op Kodaaf bedoel ik. Goed, dit is nice. Oké, ik wil hier sowieso iets vets hebben. Vanwege die deuren. Dus wat ik doe, is doen zo. Zo. En dan doe ik... is dit iets? Ik zat eigenlijk te denken om precies andersom te doen van wat ik nou heb geplaatst. Maar dit ziet op zich ook wel vet uit hoor. En dan gelijk glas ernaast ofzo. Even kijken hoe dat eruit ziet als ik hier planes na... Oh kut, dat ziet natuurlijk voor geen meter uit hè. Dan moet je natuurlijk wel bloks neerzetten Jeroen. Zo, zo, zo. Zo. Als je hier dan bloks naast zet, zou op zich nog best wel vet kunnen worden, hé. Dus dat gaan we doen. Ik ga eventjes 4 bloks verzamelen ofzo voor de volgende aflevering. Want ik ga in de aflevering even geen resources meer verzamelen, want dan kan ik gewoon wat meer bouwen. Want ik denk dat dat leuker is dan resources verzamelen. Ik denk dat, ja, dat denk ik echt. Bouwen leuker is dan resources verzamelen. Dan doen we hier ook nog een mooi raampje tussen. Wacht, die doen we nog wel helemaal vanaf de vloer. Zo. Sta je hier en dan kan je zo naar binnen kijken. Ja, dat is vet. Dat is zo vet als je dan hier zo een raampje hebt. Dan doe ik dat wel op alle hoogtes. Dus dan doen we hem hier ook. Hier ook. En hier ook. Hier ook. En dan kan je gewoon overal kijken wat je wil. Wat sowieso heel vet is. Even kijken. Maar de toren. Die moet ook goed de mannelijkheid uitstralen. En hoe krijg je dat voor elkaar bij een toren? Vraag je je nou af. Nou, ik heb geen idee. Dus ik zit eigenlijk gewoon een beetje te fucken ermee. Zo. Wat dacht je van dit? En dan wil ik daarboven ook nog een raampje hebben. Dus eigenlijk een soort van dubbel raam erin hebt. Of nee, wacht. Dan doen we deze gewoon weg. En doen we dit erin. Het moet van de buitenkant er sowieso wel vet uitzien. Als het er van de buitenkant niet vet uitziet, dan heb ik er ook heel weinig aan om het zo te houden. Want het moet een vette toren zijn. Die toren, die moet cool zijn. Die moet powerful zijn. En op het moment is hij dat ook, ja. Ik vind dit wel een vet design. Moet ik alleen wel even gaan uitzoeken hoe ik dat overal om de toren ga toepassen. Want dit is natuurlijk niet de meest efficiënte manier om dat te doen. Zo. Kijk, dan hebben we dus allemaal die kleine lampjes. Of lampjes. Raampjes bovenaan. En ik vind die wel iets. Ik vind die wel iets hebben, die kleinere raampjes. Zo. Ik vind op zich wel iets hebben. Dan kan ik hier namelijk op de muur. Kan ik hier kisten stoppen ofzo als ik dat wil. Als ik wil zou ik hier gewoon 3 rijen kisten kunnen stoppen. Met mooie verlichting eroverheen. Ja, hier nog 2 kisten erbij. Weet je, dat is wel chill. Dat is gewoon chill als ik dat zou kunnen doen. En misschien ga ik dat ook wel doen, ja. Misschien, wie weet. Wie weet het. Wat ik ga bouwen. Ik heb namelijk zelf nog helemaal geen goed idee hoe het er allemaal uit gaat zien in mijn kleine wereld. Mijn eigen wereld. Ik laat 2 blokjes vallen waar ik nu echt scheid aan heb. Ja, ja. Oh, ja. Ik meen het, voor mij wordt het echt heel vet. Zo. Oh, dat is niet goed. Dit is niet goed. Dat is zo. Perfect. Perfect. Oh my gosh, ik maak zulke perfecte werken. Al mijn gebouwtjes zijn gewoon pure perfectie. Dat was niet heel slim. Maar dan kan ik net zo goed deze ook gaan oprapen. En dan heb ik er 62, wat niet kan kloppen, want ik had er 63 moeten hebben nu. Ja, hier is het nummertje 63. Ja, nice. Dit gaat er echt vet uitzien. Zo, en dan weer die lampjes erin. Oh, yes, dit wordt perfect. Dit wordt gewoon, of perfect, dit wordt vet. Niet perfect, weet je. Ik ga niet zeggen dat het perfect wordt, want ik weet nog niet hoe het eruit gaat zien. We hebben dit gedaan in dit hoekje. Dus vanaf deze, en dan hier, en dan hier, en dan zo. Zo. Ja, dan kom ik in de war met dat raampje. YOLO. Ik pak gewoon op het raampje. Dan kom ik trouwens met de, beide raampjes hier in de war. Maar dan maakt mij vrij weinig uit. Ja, ik moet eigenlijk wat zand hebben. Even wat zand smelten. En ik weet dat ik dat gewoon in dit huis nog heb. Hoeveel hebben we nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 zand. Dus zandproducten. 8. Smelt in de maag. Heel mooi dat die hield geval. Oh, ik heb trouwens... Ja, die had ik nog, ja. Die 2 ben ik echt trots op. Zit nu trouwens sticky of piston? Sticky piston. Nice. Nice. Ik heb niet toevallig wel echt glas, hè? Jawel, ik heb hier gewoon nog glas. YOLO, ik ben hier weer weg, yo. Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk hier weer weg. Dit is mijn verlaten huis. En eigenlijk is het niet verlaten, ik wil nog steeds een keer terug gewoon dat weer afmaken. Maar ik dacht van, hé, voor aflevering 50 wil ik deze toren. In ieder geval, ik wil deze toren sowieso bij aflevering 50 gewoon af hebben. Dat lijkt mij een mooi cadeautje als het ware voor jullie. Dat jullie mooi mijn wereld, bij aflevering 50 heb je weer een world save, zoals ik al eerder heb gezegd. En dan kan jullie gewoon rondspelen in mijn wereldje. En ik dacht van, hé, als we het toch gaan doen, kunnen we net zo goed mooi de toren even afmaken. Dat deze muur klaar is. Kijk, dit is een beetje een verlichte. Maar toch is hij nog redelijk dicht. Nee, hij is open en dicht in een hele gekke manier. Omdat die ramen zo hoog zitten. En gewoon maar 1 hoog zijn. Krijg je een beetje een raar effect erin. Wat ik op zich pittig cool vind. Dat ik dat effect erin kan stoppen. Dus dat vind ik sowieso wel chill. En wat slaps erbij. Zo. Zo. En, oh, dit wordt perfect. Dan gaan we er zo meteen, volgende aflevering, aflevering 50, gewoon een dikke half uur doen, weet je. YOLO. Want dan kunnen we... Oh, kut, ik spring eruit. Fuck, dan moet ik helemaal omlopen. Want dan kunnen we de toren helemaal afmaken in dat half uur. Wat ik sowieso chill zou vinden als die toren af is. Want dan is de toren af. En is de toren af, dan is hij af. En dan hoeven we niks meer te doen hier, oh. Want dan zijn we niks meer te doen, dan moeten we het inrichten. Daarna gaan we dus proberen iedere aflevering een huisje te maken, zou dat het zijn? Ja, dat lijkt me goed. Iedere aflevering iets van een huisje maken wat in de stad komt. Natuurlijk eerst nog even een afleveringetje inrichten hier of zo. Maar na het inrichten, weet je, dan kunnen we op zich wel redelijk wat gaan doen aan de... Oké, dan loop je naar boven en dan is het zo van hop. Hop. Dit loopt wel best wel chill door, hé. We kunnen wel eentje van afhalen, dat hij zo loopt. Zo. Dit is wel chill. Dit is zeker chill. Ik vind het wel. Ik vind op zich dat ik eerlijk gezegd best wel goed bouw. Zeker voor mijn kwaliteit. Weet je, het kan opscheppig klinken dit. Maar ik ben heel slecht in bouwen. En voor wat ik hier nu neerzet, vind ik het toch behoorlijk goed. Dus daar ben ik wel blij mee. Daar ben ik hartstikke blij mee. Kijk dan, dit is prachtig. Dit is kunst. Kunst, zeg ik je. Ja, kunst. Zo. Wacht, hier moet natuurlijk onder nog eerst even wat toortjes geplaatst worden. Die plaats ik dan mooi boven het stukje glas. Want dat komt er mooi uit, hé. We hebben een mooie verlichting hier binnen. Zodat we ook hier weer geen monsters kunnen spannen. En ik vind dit best wel een awesome verdieping, weet je. Gewoon, omdat het zo wisselvallig is. Het is niet overal precies hetzelfde waar je kijkt. Het is wel deze muur hetzelfde als die muur. Maar hier is de trap naar boven in en hier is de trap naar beneden in. Waardoor het al anders wordt. Daarna hebben we dus boven lampjes, of raampjes en hier lage raampjes, weet je. Dit wist er zelf ook af. Waardoor dit er toch best vet uitziet, weet je. Ik heb een paar afleveringen gekeken waar Jurgen Edel die andere mensen ging helpen met bouwen. En daarin zegt hij, je moet het beeld een beetje afbreken, of afbreken. Hoe noem ik het? Je moet de regelmaat moet je uithalen. Je moet de muren spannend houden. Het moet niet één recht ding van iets zijn. Je moet er een beetje een patroontje in stoppen. Of een beetje diepte in maken. Of patroontje en diepte is ongeveer hetzelfde idee. Maar je snapt ook wel wat ik bedoelde mee. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Dat is moeilijk. Ik heb gewoon een X en weer doe ik het zo. Oké, 1, 2. Ik heb dus 3 van die dingen nodig. 1, 2, 3. Zo, zo. En hij heeft precies 2 blokjes over, als ik mij niet vergis. En dat doe ik niet, want ik heb het uitgeteld. Nou, dus deze teaming is klaar. 49 is dit, als het goed is. Als ik me niet vergis. Dus dan hebben we deel 50, gaan we de toren afmaken. Wordt misschien wel een half uur aflevering, ik weet het niet. Maar ja, we zullen het zien. Ik ga misschien wel eventjes alvast de basis uitleggen. Dat ik niet nog helemaal moeilijk hoef te doen van, oh zo inrichten op die manier, ja. Dat het sowieso al geen uuraflevering gaat worden, want daar heb ik absoluut geen zin in. In ieder geval, bedankt voor het kijken, op zich de volgende keer weer en dan zeg ik voor nu, later!